Dina Veres, bekend van haar kruidentuin op Curaçao, heeft een vergunning gekregen voor de verkoop van CBD-olie, geïmporteerd uit Nederland. Maar het liefst zou ze de cannabis zelf verbouwen. Tot nu toe is alleen de verkoop van CBD-olie toegestaan. Een extract van de cannabisplant. En u verkoopt maar importeert het, hè? Het mag niet geplant worden. Nee, want dat is nog niet een legaal. Ik bedoel, we moeten wachten tot het legaal is en dat we dan die andere stap gaan maken om eigenlijk het ook met de THC te kunnen verkopen. Maar het is wel het klimaat ervoor om het te planten hier? Ja, zeker. Curaçao heeft een zeer goede klimaat, hè, voor aloe en voor andere kruiden, maar zeker ook voor de cannabis. Medische cannabis, ja, dat zou op dit eiland ook gelegaliseerd kunnen worden. Op dezelfde manier als dat in Nederland is gebeurd. Het valt onder de opiumwet in Nederland. Dat zou hier op Curaçao ook moeten zijn. Maar het zou betekenen dat je dus toestemming geeft om uit de plant het bestanddeel te halen. Minister van Gezondheid Suzy Camilia Reumer vindt dat medisch cannabis voor iedereen beschikbaar moet zijn. Het is juist de bedoeling dat ook middelen die, laten we zeggen, je kunt ze alternatief noemen, dat die ook normaal worden opgenomen. Het is ook evidence-based, dus er is geen motief om ze uit te sluiten.